Mentale welzijn bij mannen is van eminent belang om ondersteund en bevorderd te worden. Tegen deze achtergrond en het vieren van het jubileumjaar van de organisatie Mang Meet Mang vond gisteravond de vertoning plaats van de film Antoine Fisher. De organisatie zet zich in voor het sociaal werk voor en door mannen vanuit een christelijk perspectief. Er is gekozen voor deze film vanwege de realiteit die hierin wordt weergegeven en de oplossingsmodellen die hierin worden aangedragen. De ondervoorzitter van de organisatie, Frans Eersteling, vindt het enorm belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het mentaal welzijn van mannen. Dit zijn thema's die wij behandelen als we activiteiten hebben met mannen of met jongens. En het is vaak terugkerende thema's, gezinssituaties in oudergezinnen en waarbij we mannen ook stimuleren om to pick up hun rol op te pakken. Om echt mannen te zijn die functioneren binnen hun gezin en binnen de samenleving. Het ligt in de bedoeling om nog meer activiteiten te organiseren ter viering van het jubileumjaar. Al deze activiteiten staan in lijn met het ondersteunen van de Surinaamse mannen.